Op dinsdag 24 november was de pers uitgenodigd om in gesprek te gaan met twee Syrische vluchtelingen die tijdelijk in Jemen verblijven. Het gesprek ging in het Engels en Frans en met behulp van een tolk ook in het Arabisch. Yara Shana is afgestudeerd in de Franse taal en werkte in de medische sector in Damascus. Daarnaast deed ze vrijwilligerswerk bij bejaarden en in een weeshuis. Waarom is zij gevlucht? Voor IS of voor Assad? I don't know. I am just. Yani, je veux seulement la paix. Je ne suis ni contre ni avec. Je suis leven. Seulement. Je cherche seulement la paix. I think it's the same. Je cherche seulement la paix. Moi, je cherche la paix, la tranquillité. Ze willen een leven gewoon gevonden, maar fatsoenlijk leven gewoon in vrede. No, 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 no. Okay. Non avec la politique, toute la politique, okay. Non avec. Ik hou niet van de politiek, dus. Seulement, je... Op een gegeven moment besluit je om uit je land te vertrekken. Wanneer was dat? Kam aan ik met die gerast in Syrië dadelijk. انا طلعت من سوريا 14 نوفمبر وصلت لهون 11 Really, I don't this want to remember that because when I remember that, I see the. Ze wil dat niet herinneren, zeg maar. Ze wil dat niet herinneren. Maar ze heeft zo lang geduurd. Dat van 14 zijn ze getrokken, 1 november zijn ze. Dat heeft bijna 2 weken geduurd. Kan ik hier zelf, ja, dat is heel moeilijk, heel moeilijk. Ze heeft de dood gezien. Dus zij is ontsnapt van de dood. Dan sta je daar in Nederland en word je van hot naar her gestuurd. Voor de hoeveelste keer al? Voor mij is het 9 already. 9 already? Yes. 5. Het is de 5, ja. Must be crazy. New experience with the internet. Positive. Yes. Because the hope is always for me. The hope is... دايماً أمل موجود إحنا بالنسبة لنا. هوب ذات بيتر فورت. دايماً يعني هي الظروف السيئة دايماً موجودة حوالينا بس إحنا لازم نضل عاصمين هالضحكة نشوف الشيء الحلو دايماً وعنا أمل يعني أنا بالنسبة لي. تبي ذات في عزيز زوكس في نيدرلاند دور ذات زين سخون بين فرشلند في بلاتسين في فيس ان زين سناب ده ما زين هيل في ماسي ده لاني بخريبة ان زين اوك فراو ان او ماسي دي كندا Hoe is het om in Nederland te zijn? Ik heb een relatie met mijn moeder, ik kan het altijd op de telefoon. Nee, ik ben en mama heel erg... Zo close. Ik ben en mama, ik ben de enige mama, ik heb geen Zij is de enige dochter. Zij heeft een goede relatie met haar moeder. Het is heel moeilijk voor mij om... Shaukat Atassi had restaurants in Syrië en moest alles achter zich laten. I study hotel management. I open my own restaurant there. Everything. I work in Gulf area a long time. Return back to my country. I open my restaurant. Destroyed my restaurant. It's burning. They're fighting in the area where I have my own restaurant. There is one bomb coming inside and destroyed. I don't have anything to do with anymore. Because I am from Homs and they say there is a lot of tourists in Homs, but I live in Damascus. My ID is written in Homs. What you are doing in Damascus? Why you are here? I have my own house in my father and mother house here in Damascus. This is the site from the government, so I don't have any place to go. Hoe is het om tijdelijk in Jemen te verblijven? Ik heb een hoek in de First, there is something, the best kind of food, we eat it here. We must say, yes. I cook and I know what the difference. It's a good idea that you have your own kitchen here. And the people here, they asking us which flavor you like or something like that, because you know the different taste between the countries. It's very delicious. I coming more fat here. I think I will be thin.
Ik ben dik. Yes. Ik hoor dik. Yeah, I am only 50 when I arrive here. I am 150 now. No, okay. It's nice that this is the first place we start to study Dutch. No one he teach us before in any place we going. When we ask him to study Dutch, everyone he will say, you must wait until the next camp or the next step you have it, because they put teacher for you. Here there's some people come, we asking about some words. We get it inside, maybe I'm not sure 100% it's put in my mind, but we write on paper. So maybe I use the paper, I can read it. Yesterday I play volleyball with my buddy, I jump with beautiful ladies here. We are happy, we get some photos. Some people they playing soccer and they play basketball. Everything is okay here. And the way that when you give the clothes for the people, always in a place when I arrive, they just take it and put it on one table. So some people start to fighting, not need to be fighting, pushing to catch any pieces they find. For me, it's easy because I never going to any table, because any one of the guys, he get any kind of the pieces, he find it very big, he bring it for me, this is for you, okay, thank you. Here, you must wait in the, we go inside, one by one, everything is okay. We never hear that there is any mistake or problem is coming here inside. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie tous les volontaires. Et surtout les volontaires parce que. En voor de vrijwilligers die met hen gewerkt hebben. Parce qu'il nous a donné de tout son cœur. Et moi, j'espère que je, quand j'ai fini mes études de Hollande, qu'on peut donner un petit chose pour tous les gens. Ik wil ook, vrijwilliger werk doen. Et moi je dis pour tous les gens hollandais et pour tout le monde, je t'aime beaucoup, j'espère la paix pour tout le monde, je prie pour, toujours pour la paix. Ik heb van Nederlands echt door Nederlanders gewoon gehouden. Je prie toujours pour ça. Merci beaucoup. And we'll pray. Christian and Muslim, we pray all for Holland. Toujours, je prie. Yes. Is this? Okay. Thank you, bye. Thank you.